dichter, ook al verhuist hij naar Dordrecht. Dichter bij Dordrecht. Jaloers! Jaloers! Voordat iedereen begint, hoe dichter bij Dordrecht, hoe hotter het wordt, dat geldt alleen voor de scheepvaart. De groente! Hier voor jullie, Olivier van Noten! Oké, dit gebeurde vorige keer. Ja. Drie kantjes. Geen zorgen. Ze droeg twee teksten voor in het Engels. Over een caterpillar die een butterfly wou worden. Om mooi te kunnen zijn. Met een zeldzaam lange introductie. Tijdens de voorstelronde. Uren later vroeg ik haar. Hoe vond je zelf dat het ging? Wat ze een ontzettend aardige vraag vond. Dus ik verduidelijkte, naar alle eerlijkheid, het is een excuus voor een beetje feedback. Wil je nog tips? Ze wist niet half hoe graag, dus ik zei, schrijf eens iets in het Nederlands. Of zonder te rijmen, kijken wat er gebeurt. Die tips hadden mij ook ooit goed geholpen. Ik voelde lichte spijt toen ze reageerde, ja maar kijk... En besloot ruimte te geven, want had toch niks beters te doen en heb veel gehad aan de poetsclub. Ze kon zich gewoon heel goed uitdrukken in die taal, vertelde ze in vlekkeloos Nederlands. En rijm bleek onmisbaar om iets te schrijven. Zingen deed ze namelijk ook, want ik begreep, op muziek schrijf je altijd meer voor geluid. Ze had zelfs maar een minuut of 10 nodig om een geniale tekst te schrijven. Girls playing me, nog even dat er twee soorten mensen bestaan. Mensen volgen namelijk hun verstand of hart. Laat me raden waar dit heen gaat, dacht ik nog. Probeerde met mijn domme kop te nuanceren en opperde dat best wat mensen allebei doen. Maar ze wist het zeker, het was heel simpel. Toen ik haar vertelde dat we de hele avond naar gevoelige zielen hadden geluisterd, met een gebaar naar de schrijvers rond de tafel, sprak ze haar ongeloof uit. Er zaten namelijk alleen mannen. Die konden niet gevoelig zijn, want ik heb slechte ervaringen met mannen. Recent nog. Ze liet een beladen pauze vallen, zodat ik zou snappen dat het gedeelde inzicht voor mij als man nou eenmaal ongrijpbaar was. Ik dacht ondertussen rustig over argumenten en correlaties. Mensen verdrinken niet van waterijs. Het is dan alleen zomer. Duiven komen ook bedelen als je zit te roken. Omdat ze slim genoeg zijn om te zien dat je steeds iets in je mond stopt. Een toerist beweert stellig dat fietsen levensgevaarlijk zijn. Terwijl zelf het ruimtelijk besef verloren in deze vreemde stad. Kruispunten impulsief en diagonaal doorlopend, met open mond, de blik omhoog, onder de indruk van bruggen en gebouwen. Mannen die ik hoor beweren dat alle vrouwen, vul maar in, zijn meestal gewoon teleurgesteld in een ex of hun moeder. En als we Freud mogen geloven, waarschijnlijk allebei. Dat ik het opgaf, viel niet in goede aarde. Was geen respect voor haar ervaringen. Triggers! Verbaasd vertelde ik haar dat ik niet vatbaar ben voor zulke projecties, terwijl ze brandend van woede doorging met gaslighting. Trauma's zijn een inspiratie voor vrijwel alle kunstenaars, vergeleek de poetsclub al met groepstherapie. Niet alles is boeiend. Join the club, by the way. Waarop ze woedend sarcastisch haar glas tegen de mijne sloeg en woest naar binnen beende. Het volgende half uur was ze op afstand, met middelvingers en harde stem, anderen aan het overtuigen wat een lul ik wel niet was. Helaas verspilde moeite, want dat weten ze al jaren. Mensen die anderen luid willen overtuigen, mogen geloof ik van zichzelf niet twijfelen. Voorzichtig zijn is handig, maar een aan bevestiging verslaafde generatie verward support vaak met applaus. Pardon, ik wil niet generaliseren. Wat ik weet is meer dan ik ken. En klappen kunnen me weinig leren.
Van mijn eigen voordrachten onthoud ik vooral wat er beter kon. Dus neem bij een staande ovatie aan dat er te weinig stoelen zijn of veel mensen de laatste metro moeten halen. We zien dezelfde dingen op een andere manier. Daarom staan we naast de rest, nooit tegenover. Eerder in een kring om ons zijn we hier. Nooit voor of tegen iemand, altijd samen. Blijven geboren amateurs. Wisselen tips uit om onszelf te lachen en elkaar. Huilen is ook best. Delen in elk geval. Haast per ongeluk de opluchting. Wie echt durft te vertellen, heeft genoeg te zeggen. Wie in staat is om te luisteren, hoort in elke groep. We hebben allemaal een afwijking. Wie dat ziet, krijgt een scherpe blik. Of in elk geval een beetje overzicht. De som van alle invalshoeken legt binaire constructies makkelijk bloot. Onder de vele voordelen, meer ruimte om te staan dan alleen je eigen brandpunt. Je hoeft opeens veel minder te verdedigen of veroordelen. Toen ik vertrok, bleek de vlam nog te flakkeren. Ze onderbrak haar tirade niet, maar draaide van een verdoofde toehoorder naar mij toen ik zei dat ze het beste tegen mij kon praten als ze ergens mee zat en sorry dat je boos bent. Toen legde ze me uit dat er een verschil is tussen inspireren en de-inspireren. Toch iets wat ik als docent en artiest al jaren misschien over het hoofd zag. Ik waardeer het gebaar. Toen heb ik haar maar een knuffel gegeven omdat het jammer zou zijn als ze met stress zou gaan slapen. De overige aanwezigen bedankte ik van harte voor de gezelligheid. Tegen jou wil ik alleen maar zeggen, welkom. Zeker. Maar ik kan het er niet meer herinneren. We hebben nog twee richters te gaan, dus, omdat we drie meteen af zijn gevallen. Maar dat geeft niks. Want voor u klaar staat de kerstverse winnaar van de allereerste Poetry Slam voorronde van dit jaar. Hoofdvlieg. Trappelen hier voor jullie, Amber Hernandez. Ik heb heel hoog vlieg gestaan, man. Ik was 15 toen ik voor het eerst inlogde in een videochatgroep. Om bekeken te worden door volwassen mannen. Onder de naam Little Miss Sunshine. Of gewoon A. Als je jouw hoofd een beetje kantelde, dan zag je er door de lens van de webcam eleganter. Wulpse uit, zoals de vrouwen uit de bladen of pornografische sites, zoals de vrouwen door de mannen, zoals kennelijk nu jij. Ik was 10 toen al mijn broeken ineens centimeters gekrompen, de ritsen bleven geweven, de tijd deed zijn gewelddadige intreden met uitdijende heupbotten, groeischijven, pijn, vette plekken die mijn bewustzijn voorheen ontschoten zijn. Ik was 11 toen Mike, de zigeunerszoon uit het woonwagenkamp, mijn verschijning bevestigde door een plagende fluit tussen zijn scheve tanden, tergend en uitdagend. Mijn lichaam was vanaf dat kantelpunt geen voertuig meer, maar pronkstuk, vloeibaar, vormbaar, vruchtbaar. Je bekijkt jezelf vanuit derde persoon. Je maakt jezelf anders. Ik maak mezelf. Ik ben een laadbloeier en dan haal ik ze in. Mijn eerste kus op mijn 15e was ik aangeschoten, ingedronken, tongende tieners tegen het stadhuis. Steven vraagt of ik geloof in liefde op het eerste gezicht. Ik geloof het niet. Ik geef het voordeel van de twijfel en hij ontmaagt me. Ik geloof in liefde op het eerste gezicht en hij verlaat me. Communicatiefout. De liefdesverdriet leidt aan megalomanie. Ik verwar de afwijzing met mijn wezen, hang de kruisen om mijn nek en pas mezelf aan. Laat anderen mij aanpassen. Ik tel de stappen, ik tel de happen. Elke dag is er een nieuw voornemen. De doelpost wordt continu verschoven en de man is inspectie en moederschoot. De man
is er altijd. Ik ben 15 en ik kleed me uit voor de laptop. Dit doe ik als iedereen nog of al slaapt. Ik maak er een spel van. Vraag ze te raden naar mijn leeftijd en wanneer ik het antwoord onthul, ontstaan er twee kampen. Jailbait. Next. Jailbait. Blijf. Vraagt of je opstaat. Draai een rondje. Buig voorover. Ik weet alleen dat ik besta op het moment dat ik bekeken word. En ik weet dat ik tekort kom. Ik hoopte op een pleister op de wond. Had niet door dat dit alleen maar dieper sneed. Ik durfde niet meer dan een illusie te zijn. Ik was een fata morgana. Destructieve, natte droom. Weergaloos en minderjarig. Naïef, maar onvroom. We hebben nog maar één dichter te gaan. Ja. En dat betekent dat ik eerst jullie erop ga wijzen dat je woensdag 3 januari in je agenda moet zetten. Want dan gaan we natuurlijk weer verder met de Poetsclub Rotterdam hier in Aden. Als dat mag van Ali natuurlijk. Ja, dat is wel. Dat lijkt me ook meteen een applausje waard, ook voor de wij komen hier ook graag terug. Nou, hoezo? We nemen al deze dichters gewoon mee in het jaar in. Maar niet voordat we gaan luisteren naar de laatste dichter van de avond. Die eerder op Poetry International stond dan dat ik geboren ben. En het rekenwerk laat ik voor jullie. Maar hij is er gelukkig nog steeds. En we gaan naar hem luisteren. Hier voor jullie, Jan Wagen. Hey. Ik moet eerst iets zeggen. Ik maak een buiging. Dit was echt onder de indruk. Ja, dat was echt onder de indruk. Dankjewel. Nee, niks te bedanken. Jij bedankt. Goed, en vervolgens neem ik jullie even een paar maanden mee terug, want toen was het wat warmer. Het was in een tuin, ik noteerde. En dan kun je wel vertellen dat niet iedereen mijn notities apprecieert. Feestelijk bezoek in een weelderige tuin. Een oudere dame is deze dag 89. U ontmoet hier welgestelde, hoger opgeleide, genieten pensioen na hun werkzame leven. Maar klagen over kwalen, alles het beste weten, welke vitamine, waartoe ze dienen en klagen over dokters. Ze zeggen niet de juiste behandeling. Wel heerlijk te eten, te drinken uit glazen. Maar ik moest denken aan die rapper, alweer zo lang geleden als bandleider door Zuid-Afrika en hij stevast als laatste de hand geschud. Hij was immers de meest zwarte. En aan deze onlangs vertelde klaagzang moest ik denken bij het gezeur van deze allen blanke welgestelde. Groot dan de verademing als rijm. Steunend op stokken, zijn elektrische hulpkar buitengelaten, aan komt lopen, de tuin in. Hij is veruit de oudste, verhaalt met ieder aan zijn lippen over zijn laatste tentoonstelling in Parijs. En hoe hij met olie en water en zwarte pigmenten een schilderij staat te deppen. Na droging, hoe kleuren verjongen. Het leek wel of er jonge blaadjes in die tuin zo plotseling ontsprongen. Dank u.